Ja, bij Oxfam Novib, ten tijde dat er seksueel misbruik gepleegd is op Haiti. En die kennis heeft u niet echt gedeeld. Nou, die kennis had ik op dat moment niet. Dus weet u dat zeker? Ja, dat weet ik heel erg zeker. Ja, want die kennis is opgeschreven in een rapport dat ik nooit heb gekregen en nooit heb gezien. Oké, er is door Oxfam Novib zelf een rapport gemaakt? Nee, er is door Oxfam Novib een rapport doorgestuurd dat zij hadden gekregen van Oxfam Groot-Brittannië. Dus er is uiteindelijk een rapport gemaakt door Oxfam? Door Oxfam Groot-Brittannië, ja. En dat rapport is doorgestuurd door Oxfam Novib aan de Nederlandse Rekenkamer en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar heeft u nooit kennis van gehad, zegt u? Nee, dat zeg ik, ja. Maar dat vind ik heel apart dat dat zo is. Het ligt zelfs bij het ministerie. Waarom heeft er nou niemand een keer aangifte gedaan, actie ondernomen? We zijn 8 jaar verder. Ja, dat moet u toch echt vragen aan de mensen die daar verantwoordelijk voor waren. Snapt u dat dat heel makkelijk klinkt, wat u nu zegt? Ja, ik snap dat het makkelijk kan klinken. Maar ja, u moet dat niet aan mij vragen, want ik heb het rapport niet gehad. Dus ik kon die actie niet ondernemen. Zegt u, u wist helemaal niks daarvan af, wat er gebeurde, helemaal niks. Waar ik wat van af is, en ook dat heb ik al 2 weken geleden uitgelegd, is dat Oxfam Novib is geïnformeerd over ernstig wangedrag van stafleden van Oxfam Groot-Brittannië op Haiti en dat daarvoor mensen waren ontslagen. Daarop heeft Oxfam Novib, en daar was ik wel bij, gezegd dat moeten we uitzoeken, we moeten er meer over weten. Wij dachten dat het zou gaan om fraude. Wij waren een donor van Oxfam Groot-Brittannië. Een deel van de opbrengst van de Haiti-actie in Nederland is naar Oxfam Groot-Brittannië. Ja, daarom zitten we er ook zo bovenop. Precies, en daarom wilden wij weten, is dat geld fout besteed? Best wel. Nou ja, goed, dat is zeker het geval. Althans, de Rekenkamer constateert, het gaat hier niet om fraude. Het gaat om het feit dat werknemers van Oxfam met hun eigen salaris dingen hebben gedaan die we niet toelaatbaar achten. Er is door de Rekenkamer geen fraude geconstateerd. Maar goed, dat weet ik nu pas sinds kort, want ik ben niet bij de afhandeling betrokken geweest. En of het nou Oxfam Groot-Brittannië heet, of Nederland, of Oxfam Novib, waarom is er door die club nooit aangifte gedaan? Nou, dat vind ik een hele slechte zaak. Dat had moeten gebeuren en dat had moeten gebeuren op Haiti. Ja. Ja, en waarom is dat niet gebeurd? Ja, dat moet u toch echt vragen aan Oxfam. Spreekt die mensen toch nog wel? En u hoort toch ook dingen in wandelgangen? Dit verhaal ging toch daar ook al een beetje de rondte? Er zijn mensen ontslagen, ja, en dat zijn ze niet voor niks. Dat daar geen aangifte gedaan is, dat betreurt u, dat snap ik. Maar u kunt me toch niet vertellen dat die verhalen niet rondgaan? En dat u dan niet bij uzelf denkt, ik moet hier eens even in gaan duiken, want er wordt hier met geld van Nederlanders hele vieze dingen gedaan. Nou goed, die verhalen heb ik niet gehoord. En destijds dacht ik aan, het gaat om fraude. En niet deze verschrikkelijk wangedrag. Dat kwam helemaal niet bij me op. Want ja, als dat zou rondgaan, dat soort verhalen, dan zou dat ook bij me zijn opgekomen. En ik herhaal, ik vind het een hele foute afweging die men destijds gemaakt heeft om geen aangifte te doen op Haiti. Maar neemt u zichzelf wat kwalijk? Ja, dat heb ik ook al eerder laten weten. Ik vind dat terecht de organisatie Oxfam Novib excuses maakt voor het feit dat we als organisatie dit niet goed hebben gedaan. En persoonlijk betreur ik ook dat ik niet heb doorgevraagd over wat was nou eigenlijk de aard van het wangedrag. Dat vind ik eigenlijk heel slecht. Ja, ik begrijp dat u dat slecht vindt, maar ieder mens maakt fouten. En ik heb op dit punt ben ik niet alert genoeg geweest om daarop door te vragen. Nou, u moet zich realiseren dat overal waar mensen werken, er ook verkeerde dingen gebeuren. En Oxfam is een hele grote organisatie. Er werken meer dan 10.000 mensen wereldwijd, 50.000 vrijwilligers. En natuurlijk gebeuren daar ook dingen die niet deugen. En daar moet goed tegen worden opgetreden. Er is in dit geval wel... Wat is dat dan voor cultuur bij Oxfam Novib? Dat als we het hebben over seksueel misbruik met minderjarigen, dat dan zelfs bij zo'n organisatie die zich inzet voor het goede juist, daar dan niet de alarmbellen gaan rinkelen. Zeggen, nou weet je, we handelen dit lekker intern af. Dat is toch eigenlijk heel smerig? Ja, maar u komt met een heleboel veronderstellingen. Ja, u heeft me dat toegegeven. Er is geen aangifte gedaan. Dat hadden ze wel moeten doen. En dat is natuurlijk het doofpotten. Het is wegstoppen. Zorgen dat onze organisatie niet slecht in het nieuws komt. En dat vind ik het smerige eraan. Even los van de actie zelf. Ik begrijp uw verontwaardiging. Vindt u dat zelf niet dan? Denkt u dat niet? Ik zit hier in een doofpot cultuur. Hier moet juist wat doorbroken worden. Jongens, ik heb jaren bij die club gezeten. Ja. Trek de boel eens recht.
Ja, maar goed, ben ik ook er om te zeggen, er zit een nuance in. Er is namelijk geen totale doofpot geweest, want die informatie is gedeeld met Buitenlandse Zaken. Het is gedeeld met u, maar er is niet verteld wat er was. U dacht, het gaat om fraude. Zo is het rapport opgemaakt. Dan kunt u niet zeggen dat het bekend is gemaakt. Het is gewoon intern gehouden. Ja, het rapport ging niet over fraude. Het rapport gaat over andere zaken, maar die kende ik niet. Dus ik heb dat rapport ook niet gezien. Ik heb het niet gewoest. Ik zei dat ik dacht dat het om fraude ging. Dat is mijn betrokkenheid daarbij. Er stond nergens in dat rapport, er is seksueel misbruik gepleegd met minderjarige prostituees door onze medewerkers. Dat stond er niet in. In dat rapport staat, dan moet u het nalezen, het staat ook op de website van Oxfam Novib, het staat dat daar onderzoek naar is gedaan en dat er niet geconstateerd is dat er seks was geweest met minderjarigen. Dat staat in dat rapport. Maar dat onderzoek hadden ze moeten laten doen door justitie. Ja, dat ben ik met u eens. Ja, 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 ja. Ja, verschrikkelijk verhaal. Ja, het is echt heel verschrikkelijk. Gelet op het feit dat ik een beperkte betrokkenheid had, maar wel mede verantwoordelijk ben, dat ik daar goed over na moet denken, dat ik mij daar ook over heb te verantwoorden. Dat heb ik ook al eerder gedaan. En ik heb ook gezegd, ik vind dat ik net als de organisatie mijn excuses aanbied, ook vooral aan de slachtoffers daar. En dat ik betreur dat ik niet meer heb doorgevraagd. Ja, maar u heeft nooit gedacht van, nou, misschien moet ik mijn zeteltjes opgeven hier, want ik kom nou niet echt betrouwbaar meer over. Ja goed, nee, dat heb ik niet gedacht. Ik ben integer, ik neem een verantwoordelijkheid voor de rol die ik toen speelde. En ik erken dat de organisatie niet goed met deze kwestie is omgegaan. Maar ja, ik vind niet dat ik daarmee ongeloofwaardig ben geworden. Dank u. Dingen mis en dat zal ook bij uw organisatie wel eens gebeuren. Ja, ja, alleen steken wij onze vingers niet in de kleuter. Nou. Ja, nee, broer, u wijft het weg, maar dat is toch, komt zo makkelijk over. Het komt zo habers niet gewoest over, terwijl we het hier niet hebben over iemand die een parton achterover heeft gedrukt, wat ook niet goed is, maar we hebben het over mensen die aan minderjarige prostituees hebben gekomen, die voor jullie organisatie toen werkzaam was. Nou, dat maakt het iets te makkelijk door te zeggen, ik wist het niet, ik was niet op de hoogte. We zijn het over eens over het feit dat de aangifte had moeten worden gedaan. Wat we niet weten, en dat kon ook... En het in de openbaarheid had moeten gooien. Dat heb ik ook gezegd, allebei waar. Maar u gaat er al van uit dat duidelijk is wat er is gebeurd. Nou, dat was duidelijk bij een paar mensen van Oxfam Novib. En die hebben dat gespind in een rapport, waardoor u onder andere niet op de hoogte was. En dat noemen we een doofpotcultuur. Ja, goed. Kijk, Ja, dat is toch zo? Nou, ik denk dat als u goed hebt geluisterd naar wat ik heb gezegd. Ja, u zegt elke keer hetzelfde, dus. Ja, dan had er aangifte moeten worden gedaan. En daaruit hadden feiten moeten worden geconstateerd. En vervolging moeten plaatsvinden als die feiten zich hebben voorgedaan. Ja, en daarop zeg ik elke keer. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben het intern proberen te houden. Ze hebben daar een vaag rapport over uitgegeven. Waardoor niemand echt begreep, u zelf ook niet, wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. En dat noemen we een doofpotcultuur, toch? Nou goed, dat is uw conclusie.